Een lekker Zuid-Afrikaans gerecht. Meestal gaat het om kip, hè? Toch, in Zuid-Afrika? Afrikaantjes eten graag kip, ja. Dat is zo een gigantisch cliché, maar het is wel waar. Hè? Ja. Ik heb hier gekozen voor de kippenbouten, maar hier hangen nog zo'n beetje pluimpjes aan. Dus je mag je lievelingsspeelgoed nemen daar, de bunsenbrander. Want die mogen allemaal afgebrand worden. Hè. Dus maar dat, je weet allemaal... dat riekt dan wel naar... Ja. Mag, hè. We gaan dat eerst eens aankleuren in de pan. En dan gaat daar een lekkere marinade over. Met de peperdew. Oh, dat heb ik graag. Dat zijn zo zoet, pikante pepertjes. Wel een beetje morbide wat ik aan het doen ben hier. Weet je wat? Morbide. Ik vind dat smakelijker zo dan met die pluimpjes, toch? Het was mij nog nooit opgevallen. Vanaf nu ga ik dus elke kippenbout checken op haartjes. Dank u wel daarvoor, Sophie Dumont. Dat zal het zijn, hè. Stilte. Een lekkere marinade. We gaan alles gewoon gaan kutteren. En dan doen we dat over de kip. Dus, ik heb hier ongeveer 3 teentjes, maar dat is hier een kleintje, dus ik doe er eentje bij. Goed veel, ik heb het graag. Ja? Look, ja, look. Ja. Je mag me ook nog het pepertje hier in twee snijden. Zuid-Afrikaanse keuken... Is ook niet om, soms ook niet om uit te lachen, hè? Die gaan er ook voor. Hoor. Ja, die kunnen ook wel, wel wat verdragen, eigenlijk. Hè? Dus wij gaan hun nadoen. Hè? Wij willen echt, straks als we aan de tafel zitten, daar Zuid-Afrika proeven. Ja, voilà, het is dat. Ik zal een beetje... Oké. Okay. Zo'n compromis maken. Look. Eén ajuin. Maar een ander erin. Ja, dus in een kutter. Ja, als je geen kutter hebt, dan is het allemaal met de hand. Hè. Niks hand, dat doen we niet. Thuis ook veel toestellen, dat de toestellen maar voor je werken. Ja, heb je zoveel apparatuur in je? Ik heb hulpmiddelen, ja. Ja, dat is wel gemakkelijk. Op mijn leeftijd heb je alles nodig, een hulpmiddel. Sophie, dat is net eenmaal zo. Ja, zeg, kom ik daarvoor uit. Oké, goed. Nu dat we dat weten, mag je deze ajuin ook een beetje grof versnijden. Maar ik ga ondertussen de kippenbillen aankleuren. Kleurt geen maar eens een kippenbillen aan, ja. Scheutje. Arachideolie. Zijn er nog zo landen waar dat je voor het culinaire echt naartoe wilt? Of nog wilt? Italië, uiteraard. Hè. Italië? Ja, hallo. Toscane, zo, dat is wel. Spanje vind ik ook heel leuk, culinair. Portugal. Ja, ja, welk land denk ik niet? Thailand? Ja. Zo, Amerika culinair doe ik niet zo erg. Zo. Nee? Nederland, Engeland doe ik niet echt. Maar... Oké, je mag daar het hoedje op zetten. En dan is dat zoals een gewone mixer. Hier duwen, bzzt van boven. Je mag iets bijkrabben, want je ziet zo langs de zijkant dat er hier en daar nog stukjes aanhangen. Ik ga ondertussen de kip kruiden met peper en zout. En is dat dan in Zuid-Afrika? Ik ga daar naartoe. En kijk je dan uit naar een zeker restaurant? Want je gaat al 20 jaar. Bijna. Zeker als je... Nee, maar we hebben wel een heel pak adresjes. Maar tegenwoordig is het ook heel veel zelf koken. Omdat wij zo de trips van de restaurants wel gedaan hebben. Maar op vakantie doe ik eigenlijk niet liever als naar de supermarkt gaan en koken. Dat vind ik eigenlijk tegenwoordig al leuker als alleen maar gaan eten. Zo. Dat zal wel. En spreek je dan een beetje de taal? Nee, heel weinig. Er staat wel een beetje, maar die woorden zijn wel super grappig. Dat is echt zo'n laptop. Wat is schuldrekenaar, laptop. Ma. En als je ooit een aftrekplaats ziet staan, een aftrekplaats is niet wat je denkt. Dat is een parkeerplaats langs de autostrade. Ja. Oké, we hebben hier dus look, peperdew, ajuin en het pepertje. Mm-hmm. En daar mag je nu yoghurt in mengen. En de meest volle smaak is toch Griekse yoghurt. En we zijn toch Griekse op yoghurt. Reis. Oh, maakt niet uit. Dus, voilà. Discrimineren niet. Mooi uitkrappen. Twee van die potten? Ja. Toch al. Ik ga ondertussen de kippenbilletjes draaien. Ik ben alleen. Voilà. Is het dan een land, Reggie, waar wij ook al opgetreden hebben? Ja hoor. Ja? Kennen we daar? Kennen is een groot woord, maar we hebben dat Mulk hebben daar redelijk een paar keer gespeeld. En ik heb ook al een paar keer moeten draaien. Oké. Okay. Oh. Hoe ziet dat er hier uit? Very nice. Very nice. Very nice. Oh. Oh. En hij is weg naar Zuid-Afrika. Oeh. Oeh, ja, goed. Schik de billetjes in een ovenschaal. Oeh.
It's got a nice kick. Oeh. Ja, kick. Ja. Maar alleen helemaal doen, eetbaar. Zo, hè? Ja, ja, ja. Niet dodelijk. Hè, absoluut. Want voilà, en dan mag dat smakelijk goedje over de kippenbuiten. Ja. Dat is dus de saus en de smaak dat het Zuid-Afrikaans tintje naar boven gaat brengen. Hè. Voilà. In de oven, goh, ik zou toch 40 minuutjes stellen, 180 graden. All right. Ja, met twee zelfs en al. Oh. Jubla. Goed, kurkumarijst. Een shallot. Die mag je pellen en fijn snijden. Oui, chef. Ik ga ondertussen een potje op vuur. Daar gaat een eetlepel arachideolie of maïsolie. Mag ook in boter. En dan gaat daar natuurlijk kurkuma bij. Een mooie, kent je kurkuma? Ja, het zal wel zijn. Dat is een van mijn lievelingskruiden. Ja? Ja, echt. Topkruid. We gaan die klein beetje opbakken. Samen met de heel fijn gesneden shallot. Ja. Even opbakken. En dan mag jij de rijst nemen, Reggie. De bruine rijst daar. Ja, deze. Je mag hier 3 kopjes in doen. En dan dubbel zoveel water. Wow, dat is zo. Mag je wel in? Ja, doe maar. Het gaan er juist 3 zijn, denk ik. 2. Dat is eigenlijk zo'n klein beetje zoals risotto. Even meebakken. Maar je ziet, dat is hier redelijk droog. Dus eventjes toch een beetje olie. Wacht, 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 wacht. Zodat die rijstkorreltjes mooi blinken. En nu mogen daar 6 kopjes water bij. Wow. Jepla. 3. Ik ben heel uw vuur van aan het... Was dat nu 4 of 3? 4. Zeker? Ik dacht dat 3 was. Dat is niks. Whatever. Ik zie het zo. 5, nog eentje. En 6. Als je daar wilde een bouillonblokje bij doen of nog een beetje rozemarijn, dat mag allemaal. Hè. No problem. Goed, dan laten we ongeveer 20 minuutjes sudderen totdat al het vocht weg is. Butternut. Ja, dat gebruiken ze heel graag. Niet, alles hè? Is dat. Die doen alles met butternut. Wel, we gaan die... Wel een pak werk en geprul altijd. Hè. Ik mag het regelmatig zo, maar... Ja? Heb je iets gemaakt? Ja, je moet redden. Schillen en die pitten daar. Schillen? Ik schil dit niet. Ah, je schilt die niet. Ah, ideaal. Ik vind het veel makkelijker als je aan het eten bent en die is zacht, om gewoon langs die schil te snijden en te eten. Maar wel lekker, dus kijk. In stukjes. En dan heb je altijd een kant waar dat de pitjes in zitten. Die mogen eruit. In schijfjes dan, zo. Dus, massage gaan we doen. Ja, dank u. Met currypoeder en olijfolie. Olijfolie. En toon maar een keer hoe dat je wie dan ook zijn schouders zal masseren. Ik moet erin, of wat? Jij moet erin. Allee, There's no way back. Dus ik, oh, ja, het is wel heel stijf. Hè. Ik wil dat ik die spieren niet los krijg. Het is hopeloos. Hè. Kom, als jij ooit zo vast zit, bel je een dokter. Ik kan ook wat peper en zout bij. Ja, ik wil eens vragen, moet er geen zout op? Peper ja, en zout. Ja, zwarte peper voor Reggie. Je mocht al eens, je mocht ook goed zijn, maar je ziet nu. Hoppakee. Voilà. Hier wat minder eten. Zeg, voilà. Goed. Nu heb ik mijn handen. We gaan grillen. Dat is wel weer een goed idee van u, hè? Zo, dat, zo. Wel, herhaal je het ja, toch? Ja, gewoon nadenken. Hoe zou gewoon, dat gewoon nadenken. Ja, hoe zou dat lekker zijn? Zo, butternut. Je zei daar straks dat je hart verloren bent daar. Maar zou je er ook kunnen wonen? Op termijn is dat wel het plan, ja. Over een jaar of 10 of zo, je weet. Nu gaat het nog niet. Ik heb veel te veel optredens en ik zou dan constant moeten over het weer vliegen. Dat zou niet gezellig zijn. Maar ja, dat is wie weet, later. Iets te ver. Ja, het is zo net te ver. Hè, maar. Het is voor later, als we groot zijn. Hè? Mooi kleurtje. Dat is goed uit.
Weet je wat je nog mag doen? Een beetje peterselie-fijn snijden voor straks over de kippenboutjes. Oké, die gaan er al uit. Pas op, pannetje is warm. Ja, blijkbaar. Voilà, die gaan er even in. En deze gaan eruit. Zie eens, mannetjes. Oh, feest. Feest. We gaan dresseren, hè. Waar zijn die billetjes hier? Oh, die zijn al zo'n beetje gekrompen, maar heel zacht, hè. Ik leg hier al die lekkere, sappige kippenbilletjes. Oh. Dan een klein beetje van die saus erover. Maar dat is zeker heel lekker, dus dat mag erbij, hè. Ook voor met de rijst straks. Wat had ik hier nog? Ik heb hier mango fijn gesneden. Dan mag ze over die kippenbilletjes nog. Maar, kom erop, wat ik heb hoor. En dan, zeg, er moet nog de rijst op. De peterselie. Peterselie? Butternut, foto. We zijn nog niet aan tafel, hè. Ja, ja. Zie dat? Het is eigenlijk al zo schoon. Zo verschillende kleuren. Ja. Dank u. Oké, butternut. Zeg, Zuid-Afrika, dat is toch ook een land van wijn, hè? Ja, waarom denk je dat ik daar zo graag kom? Echt de kat bij de melk zetten. Topwijnen, hè? Ja. Ja, ja, echt. Het is meer dan alleen maar de 3 euro flessen. En je bent er ook mee bezig. Ja, ik specialiseer me liever in één land en 20 tegelijk. Zo, dus dat is waar. Daarbij. Redelijk veel bezig met Zuid-Afrika. Ik heb straks een lekker Zuid-Afrikaans wijntje voor het zou zijn. Hier, eerst op foto, picture? Smile. South African Papadieu Chicken. Oké, South Africa, here we come. Oh, dat gaat goed zijn. Oh, ja. Lekker. Oh, ik heb opeens niks te zeggen, meer. Ik ben helemaal sprakeloos. En wat denken we? Ah, Simon Zeg. Ja. Ah, wel, Simon Zeg, dat wil zeggen, zicht op Simon. En wat, wie is Simon? Dat is echt de berg. Dat is Simonsberg. Dus dat domein heeft zicht op de Simonsberg. Dat is een mooie berg tussen Parel en Stellenbosch. Oké. Het is wel plezant dat je zo weet waar dat je draag vandaan komt. Hè. Ja, dat is altijd wel leuk, zo'n verhaaltje erbij. Ja. Hè? Simon Zeg. Simon Zeg, ja. De berg. Allee, voilà. Schoon we gaan op jou, op Zuid-Afrika en op wat dat ze in Zuid-Afrika noemen een malkop. Weet je wat dat is? Nee, maar ik heb alleen, denk ik. Nee. Dan moet je gewoon zeggen, levenslustig. Ja, persoon. Dat denk ik op school. Lekker, lekker. Volledig receptje met alle ingrediënten erbij, dat vindt u op vtmkoken.be. Een heel gezellige donderdagavond en graag tot morgen. Morgen wordt het super plezant, want dan gaan wij zondigen. Zoet zondigen. Jee! Ik kan eerst hier nog zondigen. Dag, tot morgen. VTM. Je beleeft het hier.